professor Breedveld, die nu aan hun pc gekluisterd zitten om deze voordracht te volgen. Met de studenten. We zijn natuurlijk weer bevoorrecht dat wij hier gastvrijheid mogen genieten van het Science Center. Nog een aantal maanden mogen we hier zijn. Het Science Center, onderdeel van het oude gebouw van de faculteit van mijnbouwkunde, de historische gebouw. Mooie zaal, mega zaal. Kijk ook even naar boven, dat was vroeger hier de mineralogische collectie. Faculteiten. Zoals sommigen van u gewend zijn, even een paar huishoudelijke notities. Eén is, er is straks een pauze rond 10 voor 12 ongeveer. Koffie, thee. Na afloop van de presentatie, dus dan hebben we nog een ruwweg een kwartier voor het afronden van de voordracht. En dan dus een discussie, die geleid wordt door professor Olster, van de voorzitter van de Technica. En natuurlijk een belangrijk punt is even, en u ziet het al hier, afstand houden, geen handen schudden, want corona is nog in de buurt. Nou, over de voordracht. Sommigen van u kennen waarschijnlijk de dissertatie van Gerard Albers. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening, 1945-1960. Als je dat leest, dan zie je dat aan de TU Delft, met name de faculteit werkinbouw, zeer uitgebreid en zeer intensief gerekend werd. In het begin met mechanische rekenmachines, met de miljonair, met de, als ik het goed uitspreek, de merchant, want het is een Amerikaanse bedrijf. Merchant. Marchand, zo heb ik dat geleerd van professor Meijers, dat klinkt chiquer, maar goed, Amerikaans bedrijf. En natuurlijk met de miniatuur, zoiets, Korte machine, wel bekend. We zijn geschiedkundige verenigingen, dus even terug in de geschiedenis van de mechanische rekenmachines. De eerste uitvinder die ik ken, dat is Wilhelm Schickert, een Duitser, die in 1632 iets maakte en pas in 1960 werkte, iemand vele generaties daarna, aan de Universiteit van Tübingen, veelzijdig man, astronoom. Daarna krijg je natuurlijk Blaise Pascal, nog veel veelzijdiger. En die heeft in, ik meen in 1642, 1643, een aantal rekenmachines, dus een rekenmachine bedacht en gemaakt, en er zijn er stukken 50 van geproduceerd. Dat is het begin van het verleden. Dat is het begin van het verleden. Dus ik maai hier de glas voor de voeten van de spreker weg. Dan is er het einde van die periode, mag ik dat vertellen? Oké. Okay. 140.000 exemplaren. Zijn goed op elkaar. Lees het voor, want ja, het komt op YouTube, dus het moet even netjes gedaan worden. De geschiedenis van de mechanische rekenmachine is een fascinerende geschiedenis. En een ode aan het menselijk vernuft. Een van de hoogtepunten van de ingenieurskunde. Rekenen ermee is één ding. Begrijpen, ontwerpen, verbeteren is een heel ander ding. En repareren is weer een ander vak. In al deze aspecten excelleert onze spreker, professor Breedveld, van de faculteit werktuigbouwkunde, afdeling Biomechanical Engineering. Dat had je niet van mij verwacht dat ik dit zou zeggen. Ja, ik heb zelf wel eens moeten natuurlijk. Oké. Voor een beschrijving van de veelzijdigheid, zijn veelzijdigheid, verwijs ik u graag naar de tekst in de aankondiging van deze voordracht. Voor een presentatie van zijn kennis van zaken nodig ik hem nu graag uit zijn voordracht te beginnen. Oké, dankjewel. Zo, ja. De luidspreker werkt. Dankjewel Paul voor de introductie. Wij kennen elkaar natuurlijk goed. We zitten, ja, 50 meter zit hij verderop geloof ik in vergelijking met mijn kantoor. Ik ga het hebben over de mechanische rekenmachine. En ik heb eigenlijk een lange presentatie waar ik nu mee begin. Dat gaat over de opkomst van de mechanische rekenmachine. En dan heb ik na de pauze een korte presentatie en dat gaat over de ondergang. Dus ik dacht van ja, het is zaterdag.
laat ik voor de verandering eens negatief eindigen. Maar hij heeft ook nog een leuke positieve staart weer. Dus ik begin nu met de opkomst. Allereerst, die vraag heeft Paul al een beetje beantwoord. Wat is er nou gaaf aan mechanische rekenmachines? Nou, dit is een rekenmachine die ik toevallig deze week een kleine reparatie aan het uitvoeren was op mijn keukentafel. Dus dit is mijn keukentafel. En ik koop ze vaak via eBay. En ik kan natuurlijk heel lang gaan nadenken van ja, wat is er nou interessant aan? Maar er is een tijdje geleden een verkoper geweest op eBay. Die heeft dat prachtig geformuleerd. En dat is wat daar staat. Die verkocht een Monroe L-machine. En hij zei, there's something special about antique mechanical calculators. The weight, the many buttons, the spinning wheels and the mysterious innards packed with gears and cylinders. That makes these things seem so cool. En dat is nou precies wat het is. Het is gewoon qua design ontzettend bijzonder. Het is qua bediening heel erg apart en bijzonder. En wat erin zit is helemaal super gaaf. En dat is eigenlijk ja, waarom ik hierin geïnteresseerd ben geraakt al heel lang geleden. Dus ik renoveer ze inderdaad. Dus dit is een andere scène van de keukentafel, een tijdje geleden. Hier ben ik een zogenaamde comptometer super totalizer aan het repareren. Dit is hem helemaal klaar. De knoppen die erop zaten waren deels beschadigd en deels kapot. Dus ik heb 10 jaar gewacht totdat iemand op Marktplaats er een verkocht uit exact hetzelfde jaar met precies de goede knoppen. De man was blij dat hij er vanaf was. Ik kreeg hem gratis. En toen ben ik maandenlang bezig geweest. Dus hoe ging dat? Dus dit is van onderen. Kan je zien hoe ingewikkeld zo'n ding is. Hoe ging dat is misschien wel aardig om even te vertellen. Vrijdagavond haalde ik de knoppen uit het oude apparaat. Maakte ik ze schoon. 3 knoppen. Dan zaterdagavond polijste ik de stengels. Zette ze ik in het nieuwe apparaat. Moest ik alles fine-tunen en een beetje bijbuigen. En toen even proberen en klaar. En de volgende week, vrijdagavond, weer 3 knoppen. Dus zo ben ik langzaam door het hele ding heen gegaan als een soort van zen-boeddhistische activiteit. Maar het was wel heel erg leuk. Dus hier zit ik zeg maar zo'n knop te polijsten. Ding werkt verder perfect. Een van jullie kwam met een Burroughs aan. Die staat hier. Die heb ik er maar even tussen gezet. Dit was het concurrerende bedrijf. Dus het apparaat werkt ongeveer hetzelfde. Alleen had Burroughs, ja, ik kan heel lang over doorpraten, maar een van de dingen is wel grappig. Burroughs had altijd 1 knoppenrij meer. Dus je kon altijd 1 digit extra rekenen. En zo proberen ze het bedrijf van die comptometer, Veld & Tarrant heette dat bedrijf, af te troeven. Ah wel. Waar ga ik het over hebben? Ik denk, nou ja, laat ik de inhoudsopgave niet ingewikkeld maken. Optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en delen. En daarna een stuk over hoe je het nou eigenlijk klein zou kunnen maken, het mechaniek. Hè? De apparaten die langs zullen komen vandaag zijn de Pascaline, de Arithmometer, de Mercedes Euclid, de Brunsviga en de Curta. Ja? En laat ik dan maar inderdaad maar eens bij het begin beginnen. Dus de inhoudsopgave kun je onderzien. We beginnen bij het optellen. Bij Blaise Pascal, dat is eigenlijk de eerste persoon die een rekenmachine heeft gemaakt die ook werkte. Daarvoor had je nog Leonardo da Vinci, die had wat schetsen gemaakt. Van min of meer een soort overbrengingskast met steeds tandwieltjes die 10 keer zo groot waren als de voorganger. Maar Blaise Pascal heeft er een gemaakt die eigenlijk ook echt werkte. Dat komt omdat zijn vader was, als ik het goed heb, iemand die werkte bij de belasting. En die moest de hele tijd met getalletjes rekenen, vooral optellen. En dat was nogal uitputtend in die tijd. Ook omdat ze geen decimale getallenstelsel hadden. En toen dacht Pascal, ik moet toch iets kunnen verzinnen wat werkt. Hè? Nou, dit is dan de Pascaline, plaatje ernaast. Een tijdje geleden is deze verkocht. Dit is een remake. Heeft iemand helemaal gemaakt. Op eBay ook. Uiteindelijk voor ongeveer €10.000 verkocht. En hij laat ook heel mooi zien hoe dat ding werkt. Dus we hebben ja, van die cirkeltjes, zeg maar. De een is voor de eenheden. Dit is voor de tientallen, de honderdtallen. En zo gaat het zo door. Dan hebben we dus bij elkaar vormen ze eigenlijk een inputregister. Dus ik kan daar het getalletje instoppen. Dan zit daarboven een outputregister, dat laat eigenlijk het resultaat zien. Dus als ik getalletjes optel via het inputregister, dan komt het resultaat op het outputregister. Nou, dat inputregister, hoe werkt dat nou? Eigenlijk is Pascal de uitvinder van de ouderwetse telefoondraaischijf. Dus we hebben zeg maar een soort van sterretje hier. Dat kan draaien en dan heb je je vinger en die steek je hierin. En dan draai je hem tegen de aanslag aan.
Dan heb je 1 opgeteld. Dan heb je eigenlijk het tandwieltje wat eronder ligt, 1 tandje verder gedraaid. En als je hem dan bijvoorbeeld daarin steekt, heb je 5 opgeteld. Dus eigenlijk een draaischijf van een telefoon. Ik geef dit college ook aan studenten in de bachelor rectorbouwkunde. Dit is eigenlijk een soort verkorte versie van het college wat ik daar geef. In totaal 3 colleges. En ja, ik moet dan toch wel even dit laten zien. Want die mensen weten gewoon niet meer wat een draaischijftelefoon is. Hè? Er zijn 21, hè? Er staat op YouTube een heel grappig filmpje dat is een Australisch filmpje van 2 tieners. Die zitten voor een draaischijftelefoon en die zijn 10 minuten bezig om te kijken hoe ze daar nou iemand mee kunnen opbellen. En het lukt uiteindelijk niet. Ik zeg heel grappig. Oké, dus dat is de input. Je draait eigenlijk een tandwieltje steeds een paar tandjes door. Hè? Hoe zit dat ding er dan van binnen uit? Nou, halen we het kastje eraf. En als je dan de bovenplaat er ook nog afhaalt, dan zie je dit. Toch wel best wel ingewikkeld opeens. Maar we zien in ieder geval wat duidelijk is, schijven met nummers. Dus die schijven draai je dan kennelijk door. En als je dan bijvoorbeeld naar het zwarte nummertje kijkt, dan zie ik daar dan kennelijk het antwoord. Nou, hoe werkt dat nou precies? Want ik geef dit college dus aan werktuigbouwkundestudenten en die zijn niet geïnteresseerd in historische verhalen. Daar krijg ik wel eens opmerkingen over, van waarom nou geschiedenis. Die willen weten hoe dingen werken. Dus dat ga ik u ook vertellen. Dus dit is zeg maar die draaischijf en dit is dat telefoonschijfje. Dus dit is dan een nummerwiel en dit is een input dial. Hè? En daartussenin zit een raar mechanisme en dat heet het optel- en overdrachtsmechanisme. Je zou zeggen, maar het hoeft toch alleen maar op te tellen? Nou, dat werkt eigenlijk als volgt. Als ik 2 plus 3 doe, dus ik zet mijn vinger hier bij de 2 en dan bij de 3, dan draai ik alle tandwielen intern door. Dan gaat deze van 0 eerst naar 2 en dan naar de 5. Dat mogen helder zijn, hè? Dus dat is allemaal simpel. Maar als ik nou doe 6 plus 7, dan moet zijn voorganger eentje worden opgehoogd. En dat is het overdrachtsmechanisme. Het draagt, als je boven de 9 komt, draagt het een digit over naar zijn voorganger. En dan natuurlijk, als ik 99 heb, tel er 1 op. Dan gaat hij naar 0, wordt zijn voorganger eentje opgehoogd. Oh, die stond op 9. Oh, die gaat ook naar de 0. Oh, dan moet die voorganger ook eentje worden opgehoogd. Dus dan krijg je 100. Nou, dat overdrachtsmechanisme is dus eigenlijk het eerste mechaniek wat dat kon, is bedacht door Pascal. En dan geef ik de opmerking voor de computermensen onder ons. Dit is dus allemaal decimaal. Alle mechanische rekenmachines werken decimaal en niet binair. Maar ze zijn wel digitaal. In de zin van dat ze discrete antwoorden weergeven. En niet als een rekenliniaal continu. Nou, hoe werkt dat mechaniek? Dit is dan de binnenkant. En het werkt een beetje raar, maar eigenlijk ook helemaal niet zo ingewikkeld. Dus zo'n nummerschijf die draait, die zit vast aan dit tandwiel. Was in die tijd een schijf met pennetjes erin. Deze groene pennetjes lichten dit rode ding op. Dus die gaat omhoog. En als ik dan doordraai van de 9 naar de 0, dan gaan die groene pennetjes, die zitten dan hier. Dan knalt hij door de zwaartekracht omlaag. Bam. En dan zit hier een bladveertje aan met een haakje en die duwt deze eentje naar voren. En waar is dat blauwe ding dan voor? Nou, dat blauwe ding zorgt ervoor dat het niet de andere kant op kan. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is dus bedacht door Pascal. Maar het bleek helemaal niet betrouwbaar te zijn, want het probleem was, nou, handig zo'n rekenmachine, gaan we lekker snel rekenen en we draaien aan die schijven. Maar op het moment dat je hier heel hard aan gaat lopen draaien, dan gaat dit klapperen. En dan ga je per ongeluk wel eens 2 verder in plaats van 1. Dus dan is 9 plus 1, 20. Dus het was helemaal niet betrouwbaar. En daarom heeft wat koningen ermee bezocht. En iedereen vond het wel leuk. Maar het is niet echt iets geworden wat grootschalig werd gebruikt. En een andere issue is het aftrekken. Want hoe zou je nou, dat vraag ik even aan jullie, hoe zou je nou met dit mechaniek moeten aftrekken? Ja, dat gaat dus niet. Andere kant op draaien, maar dat gaat niet. Want dit mechaniek, daar moeten we een heel ander mechaniek ontwikkelen, maar het gaat maar 1 kant op, hè? Nou was er in die tijd al een oplossing voor bedacht. En dat is wat bizar. Die wieltjes, daar staan 2 nummers op, de zwarte en de rode.
En de rode zijn zogenaamde complementaire getallen. He, dus bij elkaar zijn ze 9. He. Dus het complementaire getal van 9 is 0, van 8, 1, van 7, 2, etc. Nou kan je dus optellen, dan kan je dus aftrekken via optellen als je de complementaire getallen gebruikt. En dat is een wat rare trucendoos, die ga ik even uitleggen. Stel je voor, ik wil doen C is A min B. He. Stel je voor als voorbeeldje deze getalletjes. Dit wil ik berekenen. Dan neem ik het 9 complement van A. He, dus bij 9 hoort 0, bij 8, 1, bij 2, 7 en bij 6, 3. Ja? Die kan ik zien. Dat kan ik, dus ik kan, als ik naar het rode getallen kijk en die stel ik dan in op 9, 8, 2, 6. Dan zijn de zwarte getallen stiekem met 9 complementen. Dan tel ik dat 9 complement op bij die B. Dus de aftrekking wordt nou opeens een optelling. En verdorie, als ik dan van het antwoord ook weer het 9 complement bekijk, dus ook weer die rode, is dat het antwoord wat ik wilde. Dus door een soort van slim wiskundig te frutselen met nummers en 9 complementen, kan ik opeens met dezelfde mechaniek, zonder dat ik alles zo moet maken dat het twee kanten op kan, kan ik opeens aftrekken. Dat is mooi. En deze methode is eigenlijk ik zou bijna zeggen, ongeveer de helft van alle mechanische rekenmachines tot aan de jaren 70 gebruikt. En dan meestal intern dat je er niks van merkte, maar stiekem deed hij het intern met 9 complementen. 1972 om precies te zijn, maar kom ik zo nog op. Daarna ging het een beetje mis, maar daar kom ik zo nog op terug. Goed, dan kunnen we dus optellen aftrekken, maar we willen ook graag vermenigvuldigen. Hè? Nou, een machine die eigenlijk was gemaakt om te vermenigvuldigen, is eigenlijk uitgevonden door Gottfried Wilhelm Leibniz. Ergens in het jaar 1694. Hij heeft een apparaat gebouwd. Het ziet er prachtig uit, maar het werkte helemaal niet goed. Dus daarom stap ik er even overheen. Er is een Fransman geweest, Thomas de Colmar. Die heeft zo rond 1851 de grootste uitdagingen opgelost en iets gemaakt dat werkte. En dat is de aritmometer. En laat ik er nou iedereen hebben staan. Dit is een aritmometer uit 1885. Die ik een keer heb gevonden op de universiteit. Naast een prullenbak overigens, maar dat terzijde. Ik heb hem na zo'n 120 jaar heb ik hem gered van de dood, zeg maar. Hoe werkt nou die aritmometer? Nou ja, daar zit een slinger op. En er zit een slede op, die kan heen en weer. En ik kan met schuifjes, en er zit een plus-min knop op, dat is fijn. Hoef ik niet met die complementaire getallen te werken. In die aritmometer kan het mechaniek wel twee kanten op. En dan heb ik een inputregister. Dat bestaat dus even terug uit allemaal schuifjes die heen en weer kunnen gaan. Dus als ik hem omhoog zet, staat hij op de 9. Zet ik hem op laag, staat hij op de 0. Ja? Dus de telefoonschijven die zijn ook vaarwel gezegd. Dan heb ik een outputregister. Dat is dan waar het antwoord op komt. En dan heb ik ook nog een derde register. En dat is het telregister. Die telt hoeveel optelling ik eigenlijk doe. Nou, hoe kan ik nou met dit ding vermenigvuldigen? Stel je voor, ik wil deze vermenigvuldiging maken. Hè? Nou, dan zet ik deze op 547, dus die op de 7, die op de 4, die op de 5. Dus per digit één schuifje. En dan ga ik draaien. Dus draai één keer. He, dus ik draai één keer, nou, dan komt er 547 uit. Draai ik de tweede keer, dus de overdracht gaat allemaal goed. 1094, nou ja, moet ik uiteindelijk 312 keer draaien. He, dan ben ik eind van de middag klaar. Nee, zo gaan we dat niet doen natuurlijk. Nee, het slimme is die slede. Want als we dit natuurlijk op papier doen, he, wat ook mijn kindertjes nog hebben geleerd op de lagere school, dan doe je natuurlijk 0. He, en dat betekent eigenlijk niks anders dan één digit opschuiven. En dat kunnen we met die slede. We schuiven hem één digit op. En dan doe ik het nog één keer. Die wordt er dan bij opgeteld. En dan weer een digit op. En doe ik het nog 3 keer. 1, 2, 3. Heb ik bij elkaar met 6 keer draaien aan de slinger, heb ik deze hele vermenigvuldiging gedaan. En ik kan hem straks hierop doen. Hij werkt ook gewoon goed. Alles is gerenoveerd. Alles werkt perfect. Dus dat is eigenlijk best heel makkelijk. En dan ga je natuurlijk afvragen, maar ja, oké. Maar delen zal wel moeilijk zijn dan. Het is natuurlijk veel moeilijker, hè, delen. Nou, dat valt wel mee, hè. Dus een deling. Dan zet ik de slede helemaal naar rechts. Deze heb ik al ingesteld. Door een optelling te doen of door aan deze kleine wieltjes te draaien. Die zitten daar niet voor niks.
Dan stel ik deze hier links in. En dan ga ik delen. Hè. Bij een staartdeling begin ik links. En ik zet hem op aftrekken, deze knop. Dus ik ga één keer aftrekken. Dan geeft dit register een 1 weer. Ik heb één keer afgetrokken. Ga ik twee keer aftrekken. Nou, ga lekker lustig op door. Maar ja, ga ik onder de 0. Maar wat die machines dan altijd doen, is dat er een fietsbel in zit. En die zegt, ping. Oh, ik heb het fout gedaan. Oh, even corrigeren. Zet ik de knop op plus. Even één correctie, zo. Ben weer boven de 0. Dan schuif ik de slede weer eentje op. Dan ga ik weer verder. En nou ja, dit is dan een simpel delingje voor de slide. Komt dan toevallig mooi uit. Maar deze deling dus, in totaal 7 keer aan de slinger draaien. En dan komt keurig op 0 uit. In dit geval. Hè? Dus delen gaat eigenlijk ongeveer hetzelfde als vermenigvuldigen. Net zo makkelijk. Superhandige machine. Hè? Dus je kan je voorstellen, dit, en hij werkte perfect. Deze is gemaakt in een atelier in Parijs, Louis Paille. Nou, je had in die tijd hele grote bedrijven, maar die maakten eigenlijk vooral stoomloks. En verder had je wat klokkenmakers. En deze is gemaakt bij zo'n klokkenmaker, Louis Paille in Parijs. En dat werd een commercieel succes. Dus deze machines zijn er duizenden van gemaakt. Door verschillende klokkenmakers en overal ter wereld. Want het was de allereerste echt goed werkende mechanische rekenmachine. En daarin zat de grote uitvinding van Gottfried Wilhelm Leibniz. Dat is namelijk het Leibnizwiel. En dat is eigenlijk ongelooflijk vernuftig. Want we kennen natuurlijk een tandwiel. Dat is eigenlijk een platte schijf met vertandingen. En Leibniz heeft gedacht, ja maar wacht even. Die platte schijf heeft 2 dimensies. En ik heb natuurlijk ook een 3e dimensie. Dus ik kan hem uitrekken. En dan kan ik in die 3e dimensie ook vertandingen maken. Van verschillende lengtes bijvoorbeeld. Dus hij heeft dus in een soort van slimme opwelling bedacht van waarom geen 3-dimensionaal tandwiel? Dat is het Leibnizwiel geworden. En dit zijn dus die schuifjes. Hier zit dus zo'n Leibnizwiel. Dit zijn die schuifjes die je heen en weer kan halen. En eigenlijk werkt het eigenlijk vrij eenvoudig. Als ik dus dit is een afleestandwieltje. Die drijft deze as aan. En hier zit dan het wieltje met het uiteindelijke antwoord. Hè? Nou. Als ik dan deze bij de 9 zet, dan staat het afleestandwieltje hier. Dus als ik dan aan deze ga draaien, komen de 9 tandjes langs. Dan draait dat hele radenwerk dus 9 getalletjes door. En als ik bijvoorbeeld 4 wil optellen, nou, dan schuif ik hem een stukje die kant op tot bij de 4. Dan komen de 4 tandjes langs en dan tel ik er 4 bij. En als ik dan natuurlijk boven de 9 kom, moet ik zijn voorganger weer eentje ophogen. Maar goed, dat was dat overdrachtsmechanisme. Dat is een heel andere mechaniek, maar dat werkte op zich ook goed. Dus eigenlijk is het heel erg vrij simpel, maar wel een beetje raar, zeg maar. Nou, schematisch plaatje van boven. Dus hier zie je dan die Leibnizwielen zitten. Dus 1 Leibnizwiel per digit. En dit, dat nog even terug. Deze werd gebruikt voor het optellen aftrekken. Dus als je hem optelt, dan raakt deze hem, dit tandwiel. En als je hem aftrekt, dan schuif je een stukje op en dan krijg je hier een verbinding. En omdat je dan aan de andere kant van dit tandwiel zit, is de beweging gespiegeld. Echt geniaal. He? Nou, zo ziet hij er in het echt uit. En dat kunnen jullie zo allemaal bekijken. Want ik vond hem dus bij die prullenbak zonder mahoniehouten kast. Die hoort er normaal omheen. Ik heb mijn instrumentmaker, want in mijn groep werken een aantal instrumentmakers, heb ik een aantal onderdeeltjes opnieuw laten maken die eraf lagen. En een perspex kast. Precies zoals die mahoniehouten kast. Zodat ik aan studenten kan laten zien hoe die werkt. Dat kan ik zo ook aan jullie laten zien. Nou zou je zeggen, alles opgelost, fantastisch. Als we dan tentamen hebben, nemen we gewoon dat ding mee in de tas. Maar hij is natuurlijk loodzwaar en een beetje groot. En dat was eigenlijk het probleem. Die Leibnizwielen hebben best wel veel ruimte nodig. Hè? En ja, kan dat nou niet kleiner? Ja, je kan ze natuurlijk kleiner, we squeezen alles gewoon. Maar ja, op een gegeven moment worden die pennetjes en die tandwieltjes zo klein dat het gelijk kapot gaat. Dus daar zit een grens. Kan het dan op een andere manier? Even een plaatje. Dus dit was de aritmometer, uitvinding rond die, zeg maar de patentaanvraag 1851. Ontstond dus een grote handel. En zo rond 1900 kwamen er allemaal bedrijven op die het ding begonnen na te bouwen. Dus dit is eigenlijk allemaal varianten op die aritmometer met allemaal kleine details die het net ietsje handiger maken.
Dan hadden we die comptometer die ik net heb laten zien, aan de keukentafel al knutselend. Dat was een andere generatie machines, die werd gebruikt, vooral voor snelle optellen. Dan hadden we de zogenaamde sprossenraad- of pinwielmachines, Brunsviga en Oetner. Dat zijn deze machines. En dan hadden we zo rond de Eerste Wereldoorlog ook nog de zogenaamde Mercedes-Euclid-machines. En dit waren eigenlijk de vier grote mainstream type machines die wereldwijd werden gebruikt. Er waren ook nog wat specifiekere machines, zoals de miljonair. Die was specifiek gebouwd om snel te kunnen vermenigvuldigen. Maar dat was een wat meer een niche-markt. Dit waren eigenlijk de grote mainstream machines. En eigenlijk zijn ze ontstaan, deze twee, uit een poging om het kleiner te maken. En laat ik dan eens beginnen met die Mercedes. Die ziet er al wat kleiner uit, rond 1910. Als we hem openmaken zien we ook geen Leibniz-wielen meer. Maar we zien een soort van tandheugelpakket. Kijk, allemaal tandheugels. En dit zijn dan weer die afleeswieltjes, die rode afleeswieltjes. Hoe moet ik me dat nou voorstellen hoe dat werkt? Nou, ik heb hier al die tandheugels in het paars. Dit zijn het rood, die afleeswieltjes. Ik heb hier een hefboom en die draait om dat punt, zeg maar. Om dat pivot point. En dan heb ik hier een hefboom, die haal ik heen en weer. Die zit met een excenter vast aan de slinger. Hè? Dus die trekt hem heen en weer. En al die tandheugels die zitten in een gleufje met pennetjes. Dus ik kan je voorstellen dat die bovenste tandheugel die maakt een grote uitslag. Die daaronder kleine, die eronder nog kleiner. En zo gaan we door. Hè? Dus dit wieltje roteert dan bijvoorbeeld over 3 tanden en die over 4 tanden, et cetera. Dus als ik bijvoorbeeld ervoor zorg dat dit wieltje is ingekoppeld en de andere wieltjes niet, dan tel ik 8 op. Ja? Nou, even een filmpje om dit te laten zien. Hier zie je die tandheugels. Dit is een latere variant waarbij de toetsen op zijn gebouwd om die rode tandwieltjes makkelijker te kunnen verplaatsen dan met zo'n schuifje. Maar hier zie je die tandheugels. En als ik dit laat draaien, dan zie je dat ze inderdaad heen en weer gaan. Kijk maar. Zie je? Ze gaan als pakket in een soort driehoek heen en weer. En dit is een plaatje uit een patentaanvraag, waarbij er al een motor is ingebouwd. Uit de jaren 50. Dus hier heb ik dat groene hefboom. Hier heb ik, en via een excenter wordt hij dan aangedreven, in dit geval door een motor. Die gaat dus heen en weer. Dan heb ik hier die balk met die gleuf, dan heb ik, die maakt zo'n draaibeweging. Dan heb ik hier die tandheugels. Dan heb ik hier die maken dus verschillende verplaatsingen. Dan heb ik hier de rode afleeswieltjes. En die wieltjes drijven dan dus die schijven aan. Alleen er is wel een probleem nu. Want de tandheugel gaat heen, maar hij gaat ook weer terug. Dus in de eerste slinger, helft van de slinger, heb ik 4 opgeteld. En daarna gaat hij er weer vanaf. Dat is ook niet handig. Dus zit er een koppelbalk tussen, dat is deze blauwe balk. Die zorgt ervoor dat bij de heengaande beweging worden ze gekoppeld. En bij de teruggaande beweging worden ze ontkoppeld. En dat geschiet met dit hele rare tandwiel. Dat is een zogenaamd, ik geef het geen naam, maar heel raar tandwiel. Waarmee die dus soms koppelt en de teruggaande beweging ontkoppelt. En dat kan je ook weer zien aan dit filmpje. Hier zit die balk met die tussentand, dus dit is die blauwe balk. En als je goed kijkt, dan zie je dus dat die nu gekoppeld is en nu ontkoppeld. Als je bijvoorbeeld naar dit tandwieltje kijkt. Dus nu draait hij, stop. Draai, stop. Ja? Goed. Hoe zou ik nou kunnen aftrekken met dit mechaniek? Ja, ik zou die koppelbalk anders kunnen bouwen. Dat er een andere manier, maar dat blijkt technisch toch wel wat ingewikkeld te zijn. Maar ik kan het ook anders doen. En nu kom ik op wel echt bijzonder. Als ik dit aan studenten werktuigbouwkunde laat zien, dan zijn ze helemaal flabbergasted. Dus een tandheugelpakket kunnen ze zich nog wel voorstellen. Maar een tandheugelpakket wat zweeft in een constructie, dat is een andere koek. Dus deze groene hefboom zit in het midden. En daardoor kan het mechaniek ook de andere kant op. Dus met andere woorden, als ik optel, dan zet ik de bovenste tandheugel vast met een klein pennetje waardoor een gaatje gaat. Ik heb in die machine, want ik heb ze thuis, heb ik echt met een loop moeten zoeken naar dat piepkleine pennetje waarmee het wordt vastgezet. Maar dan staat deze vast. Dus ja,
Die dan draai, dan gaat hij dus zo. En dan heeft deze natuurlijk de grootste uitslag. En dan tel ik dus hier 9 op, 8, 7, et cetera. Als ik nou aftrek, dan zet ik hem aan de onderkant vast met een ander klein pennetje. En dan gaat het precies tegenovergesteld. Maar hey guys, ik heb net iets verteld over complementaire getallen. En als je die dan dus gebruikt intern in zo'n apparaat, dan kan je er toch mee aftrekken. He, want de plus 9 komt overeen met min 0, de plus 8 komt overeen met min 1, et cetera. Dus hij werkt intern met complementaire getallen, alleen als je hem bedient. En dit is overigens zo'n apparaat uit eind jaren 60. Als je hem bedient, merk je daar helemaal niks van. Dus een drijvend tandheugelpakket met eigenlijk 2 graden van vrijheid in totaal. Bizar mechaniek. Leuk. Omdat ze eigenlijk de tandwieltjes, de rode afleestandwieltjes, nu met z'n allen één drager als het ware delen, terwijl ze hier een apart Leibnizwiel hebben, kan ik het nu compacter maken, kan ze dichter bij elkaar zetten. Dus de grens wordt nu eigenlijk de diameter van zo'n tandwieltje. Je ziet dat ze bijna tegen elkaar aan liggen. Wil ik het nou nog kleiner maken, moet ik de tandwieltjes weer kleiner maken en worden de tandjes kleiner, gaat het wellicht kapot. Dus dat doen we liever niet. Hoe kan ik het dan nou nog kleiner maken? Dus we zijn nu van deze naar die. En deze heeft een veel groter toetsenbord dan die. Maar je ziet dat die toch al kleiner is. Maar ik wil het nu nog kleiner maken. Dan komen we op de zogenaamde pinwielmachines. Door 2 mensen tegelijkertijd uitgevonden. Baldwin en Oatner. En vanwege verschillen tussen de Amerikaanse en de Europese patentenrecht is nog steeds onduidelijk wie het nou precies heeft uitgevonden. Die verschillen zijn er trouwens nog steeds. Dus in Europa is je uitvinding het moment waarop je de patentaanvraag hebt opgestuurd, dat er een stempel op wordt gezet. In Amerika is de uitvinding het moment waarop je het eerste schetsje hebt gemaakt op een stukje papier. Ja. En dat is dus minder, ja, dat is dus wat wolliger. Maar het is wel eerder. Ja. Nou. Zo'n Brunsviga was eigenlijk de beroemdste firma die deze machines maakte. Deze machine staat ook hier. Heeft precies dezelfde functionaliteit als deze. Werd gebruikt bij banken vooral. Dus we hebben hier een piepklein input systeem. Dus we hebben eigenlijk weer van die schuifjes die ik heen en weer schuif. Alleen zit het nu super compact allemaal bij elkaar. Bij elkaar op deze Brunsviga voor 10 digits, een centimeter of 10. In plaats van zo, bij die aritmometer. Heb ik hier de slede, die zit nu aan de onderkant voor de output. En heb ik hier een telregister en hier een slinger. En als ik hem zeg maar met de klok meebeweeg, tel ik op. Tegen de klok in, trek ik af. Super handig allemaal. De slede kan heen en weer. Dit is wel grappig. Dit was het icoon van Brunsviga. Staat ik op die machine rond 1900. Met daarbij nog trots Gehirn von Stahl. Dus een stalen brein. Hè. Het reflecteert zo aardig hoe men in die tijd dacht over het menselijk lichaam. De mens als machine. Hè. Machine. Dus dat vind ik altijd wel grappig. Intern hieronder zit een grote cilinder. Dat is deze. En die wordt de pinwheel drum genoemd. En die bestaat uit schijven. Met een soort van tandjes. Hè. Er zitten allerlei structuurtjes aan. Maar deze tandjes zijn belangrijk. Want zo'n schijf heeft eigenlijk 3 onderdelen. We hebben een achterkant, dan hebben we deze tandjes en er zitten een soort pennetjes aan. En er zit aan de voorkant een hele platte structuur die ik kan roteren. En als ik hem roteer, dan worden die tandjes omhoog geduwd. Ja? Dus eigenlijk hebben ze hier een tandwiel bedacht met in- en uittrekbare tanden. Dat is natuurlijk ook een manier hoe ik kan rekenen. Dus wil ik 4 optellen, duw ik 4 tandjes naar buiten. Wil ik 9 optellen, 9 tandjes naar buiten. En omdat dat dan allemaal super plat kan, wordt de hele machine een stuk compacter. Het overdrachtsmechanisme is misschien toch wel even leuk om even te laten zien. Dus hier zit zo'n schijf met tandjes. Dit is een tussentandwieltje. Hier komt dan het antwoord op. Tussentandwieltje blauw. Dan zit daar nog wat rariteiten omheen. Aan dit wieltje zit een pennetje. Dan hebben we hier een hefboompje die hier omheen scharniert en die heen en weer kan. Ja, dus, en hier zitten nog pennetjes die heen en weer kunnen en met een veertje weer terugklappen. En dit is het overdrachtsmechanisme. Dus wat gebeurt er nou? Als je boven de 9 uitkomt, duwt dit pennetje, dit ding, die kant op. Dus gaat die kant op.
Als je hem dan doordraait, dan gaat dit pennetje hier langs, want dit is een beetje afgerond, gaat hij dus naar links. En dan duwt hij, zeg maar, het blauwe tandwieltje van zijn voorganger eentje naar voren en daarna gaat hij weer naar rechts. Dus dit is eigenlijk het hele telwerk. Dus deze gaan allemaal omlaag, ze worden naar links geduwd en duwen dan het blauwe tandwieltje van de voorganger eentje omhoog. Daar heb ik een filmpje van. Dus hier hebben we die pinwieldrum. Dit zijn al die pennetjes. Dit zijn de tussentandwieltjes en die gele hefboompjes. En dan moet je maar kijken wat er gebeurt. Dus hij telt een getal op. Dus dit zijn die uittrekbare tandjes. Zoveel herrie maakt het in het echt niet hoor. En op een gegeven moment gaan die gele hefboompjes naar voren. Hier zie je ze naar voren gaan. En dan gaan die pennetjes naar links en drijven de voorganger eentje omhoog. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk was. Super, super compact, hè? Het is een paar centimeter dat het nodig heeft. Dat is prachtig als je die machines openmaakt om te zien hoe dat werkt. Dus eigenlijk waren die Brunsviga's een enorme hit. Het werd een wereldwijde grote markt omdat het super compacte machientjes waren. Die gewoon iedereen wilde hebben. Hè? Hij werd ook, misschien nog wel aardig, dit was een draagbare machine. Ja, hij weegt een kilo of 7. Maar hij was draagbaar, want er zit een handgreep aan, kijk. En dan zie je dus in de folders van die tijd, zie je een of andere bevallige jonge dame. Zeg maar, hele slanke jonge dame, die loopt dan zo met die draagbare machine. En dan is dit nog een relatief lichte, maar er waren ook draagbare machines. Die waren echt zo 12 kilo. Hè? Dus draagbaar betekende in die tijd dat je het kan dragen. Ja? Deze machine, die staat op mijn kantoor. Ik vraag wel eens voor de grap aan iemand van til hem even op. Die is 23 kilo, deze machine. Net zo zwaar als een wasmachine. Ze heeft zo'n 3000 onderdelen. Joh, wat leuk! Dus de truc hier is dus eigenlijk dat we het mechaniek een kwartslag hebben gedraaid. He, dus dat alle tandwieltjes nu eigenlijk in de lengte, in de richting liggen van de afleeswieltjes. Waardoor het super compact kan. He. Maar ik kan hem nog niet in mijn zak stoppen en dat zou ik toch ook wel willen. Dus hoe kan ik het nou nog kleiner maken? En nu belanden we midden in de Tweede Wereldoorlog. Daar was een meneer, die heette Kurt Herstark, een geniale ontwerper. En die heeft uiteindelijk de kleinste mechanische rekenmachine bedacht die ooit is gemaakt. En het grappige is dat hij dan toch weer terug is gegaan naar het oude Leibnizwiel van deze machine. Want hij bedacht, ja, ik kan daar zo'n rood afleeswieltje bij zetten. Hè? Ach, misschien ook wel twee. Eentje links, eentje rechts. Dat waren de machines van de firma Rheinmetall, Duitse firma, die deze oplossing gebruikte. Maar als ik nou toch zo bezig ben, kan ik er dan niet helemaal omheen allemaal van die rode afleeswieltjes zetten. Ik zet er gewoon een heleboel omheen. Dat ziet er raar uit, als ik van boven bekijk. Ja, het zou moeten kunnen. Wordt mijn machine wel rond natuurlijk. Hè? Maar goed, het zou moeten kunnen. Dus hij heeft een machine bedacht, de Curta. En dat was eigenlijk de enige zakrekenmachine tot aan 1972. Dit is het kleine model. Die heeft, geloof 12 digits. We hebben het inputregister. En als je goed kijkt, zie je weer toch wel weer van die instelschijfjes. Net zoals de aritmometer. Het is eigenlijk een soort van kromgebogen aritmometer rondom één Leibnizwiel. Dat is het eigenlijk. Dus we hebben wel weer die inputschijfjes, zeg maar. Dan hebben we hier het telregister en we hebben hier het resultaatregister. En ik heb er ook één bij me. In de beroemde bewaarcontainer met links draaiend schroefdraad, dat ik niet per ongeluk aan het slingertje draai. De container alleen is ongeveer 200 euro waard. En dit is zeg maar het iets grotere model. Deze komt ook ongeveer uit 1972. Wat zegt u? Als ik goed heb, 15 digits. Nou, dat is wel genoeg. Zoveel geld heb ik niet, hè? Dus dat is de beroemde Curta. Nou, hoe werkt dat ding dan? Ik heb dus een slingertje waarmee ik het zaakje aandrijf. En ik heb, nou, dit is dan een ding om hem te kunnen kleren, om de registers te kunnen op nul te kunnen zetten. Dit is het interne mechaniek. We hebben hier
al ziet hij er anders uit, hebben we hier in essentie dat Leibnizwiel. Dan hebben we hier die rode afleesstandwieltjes die ik met zo'n schuifje heen en weer kan halen. Hier zit een asje in, daar zit een helix gevormde gleuf in. En in dit ding zit een heel klein pennetje. En dat loopt door die gleuf. En als ik hem dan heen en weer haal, dan gaat deze draaien. En dan kan ik zien welk getalletje ik had ingesteld. Ik vraag wel eens aan studenten, want dit asje is ongeveer 2 mm dik, hoe je dat zou moeten maken. Want dat is geen kattenpis, zeg maar. Maar goed, ik kan hem dus instellen. En dan geef ik een slinger aan het Leibnizwiel. En dan via dit tandwiel komt het uiteindelijk hier weer op terecht. En dan zit er natuurlijk ook weer een miniatuur overdrachtsmechanisme in. Daar ga ik verder niet op in hoe dat werkt. Maar het werkt eigenlijk toch weer een beetje hetzelfde als die aritmometer, alleen wat kleiner. Zeg maar. Alleen dat Leibnizwiel, wat ik net liet zien, ziet er wel een beetje anders uit. Het is een conventioneel Leibnizwiel. Dus als ik 4 wil optellen, dan zet ik hem bij de 4 tandjes. Hè. Dan geef ik een slinger aan en dan tel ik het op. En bij de 3 daar. Maar die Kutta, die werkt met 9 complementen. Dat heeft als reden dat de tandwieltjes zo klein zijn dat ze de tandjes de vorm hebben gegeven van een haakje. Omdat ze anders te klein zouden worden. Dus dan worden ze sterker. Maar dan kan het mechaniek maar 1 kant op. Daarom trekt hij af met 9 complementen. Dus dan zou dit een Leibnizwiel zijn, bijpassend Leibnizwiel voor het 9 complement. Dus het 9 complement van 3 is 6, van 2 is 7. Dan zou ik er 2 moeten hebben. Nou, die zijn dus door die beroemde ontwerper, die Kurt Herstark, zijn ze in plakjes gesneden en in elkaar gefuseerd. Dat is werkelijk briljant. Als je hem openmaakt, zie je ook daadwerkelijk plakjes. Het zijn gestanste plakjes die met bouten op elkaar zijn geschroefd. Dus dan komt dit overeen met de plus 3 en dan komt dat zeg maar overeen met de min 3. En daarom ziet hij er zo raar uit. Dus dit zijn daadwerkelijk die plakjes die op elkaar zijn gezet. Dus dit is het Leibnizwiel intern in die Kurta. Het heeft dus tot gevolg dat als ik dus optel, geef ik een slinger aan de slinger. Maar als ik wil aftrekken, moet ik hem even naar buiten trekken, naar omhoog trekken. Trek ik het interne Leibnizwiel omhoog en dan kan ik aftrekken. Nou, waar ik nu even mijn eerste voordracht mee wil eindigen, is toch nog even het verhaal van die Kurt Herstark, want dat is wel heel erg bijzonder. Zijn vader woonde in Wenen, had een rekenmachinefirma's waar ze varianten van deze maakten. Supergrote dingen. Hij had toch wel het gevoel, het is toch wel groot, zeg maar. Hij kreeg dus het idee voor die Kurta. Zijn moeder was helaas Jodin. De hele familie moest naar concentratiekamp Buchenwald in de Tweede Wereldoorlog. Daar had hij kennelijk wat tekeningen bij zich, die hij heeft laten zien daar aan de kampcommandant. En toen dacht de kampcommandant, misschien moeten we die man dan maar directeur maken van onze lokale kampfabriek, waar bommen en granaten worden gebouwd. En dan kan hij in zijn avond geven een tekentafel, kan hij dat misschien uitontwikkelen en dan bouwen we het in onze fabriek en dan geef ik het aan de Führer en dan krijg ik opslag. Hè? Natuurlijk, hè, voor een nieuwe functie, dat dacht hij. Hè? Dus hij is in dat kamp, toch in relatieve rust, heeft hij het verder ontwikkeld. En hij was eigenlijk klaar met zijn ontwerp toen de oorlog was afgelopen. Maar toen was, en dat weet bijna niemand, een van de manieren hoe de Duitsers zijn gestraft, is dat alle Duitse patenten in het hele Duitsstalige gebied toen vrij zijn gegeven. Iedereen mocht alle Duitse uitvindingen vrij namaken. Hè? Daarom zien we vooral in Rusland heel veel Duitsers uit die tijd, heel veel ontwerpen die eigenlijk geïmiteerd waren van de originele Duitse ontwerpen, want dat mocht gewoon. Dus ja, hij liep met zijn tekeningen rond. Moet dus niet in Oostenrijk zijn, moet ook niet in Duitsland zijn. Toen werd hij uitgenodigd door de prins van Liechtenstein. Wellicht dacht die prins, ook leuk om in mijn landje ook een bedrijfje te hebben. Beetje gechargeerd. En uiteindelijk is dus het bedrijf opgestart in Liechtenstein. En daar hebben ze dus deze rekenmachines geproduceerd tot ongeveer 1974. Dus de wende op het rekenmachinegebied was in 1972. Maar deze is nog een paar jaar goedkoper geweest dan elektronische machines. Dus ze hebben het nog een paar jaar lang kunnen concurreren. Van deze zijn er 50.000 geproduceerd ongeveer. En van de wat kleinere 70.000. Dan denk je ook wel, oké, een moderne smartphone, dat gaat echt in honderden miljoenen. Hè? Dus dit waren veel kleinere aantallen. Waar werden ze dan gebruikt? Je zou zeggen,
Studenten, naast waarschijnlijk te duur. Wetenschappers. Ja, maar ik kan er geen sinus mee berekenen. Ga ik liever een lekerlineaal. De gein is, ze werden vooral gebruikt in de car rally sport. Dus in zo'n auto zat een beugel, daar stond die in. En terwijl die auto aan het rijden was ook door de modder, kon je ondertussen de gemiddelde rondetijden uitrekenen. Dus er zijn er heel veel te koop, maar de meeste zien er bijzonder afgekloven uit. Vanwege al het zand wat er en zo in is gekomen. Dus ja, tot dusver. Dus eigenlijk zijn we nu van die naar die. Terwijl de onderdelen die erin zitten nog steeds ongeveer dezelfde grootte hebben. Maar door ze op een andere manier te configureren, bij elkaar te plakken, kan ik deze enorme stap maken. Dus dit is een wonder van miniaturisatie. Als je handeltje wil plegen, koop je ze in de zomervakantie. Koop je ze in de zomervakantie op voor, laten we zeggen, 600-700 euro. Nou, misschien 800. En dan zet je ze in de kast en dan 3 weken voor de kerst zet je ze te koop op eBay. En dan vang je er iets van 2000, 2,5 voor. Ja? Dat is een manier om slapend rijk te worden. Dus met deze successtory wil ik dan eigenlijk het eerste deel van mijn presentatie stoppen. En alles wat hier staat is te demonstreren en alles werkt. Dus als jullie willen kijken hoe dat dan gaat, dan zijn jullie welkom.
Ik had jullie beloofd dat ik zou eindigen met een heel deprimerend verhaal. En daar gaan we dan maar eens aan beginnen. Maar we beginnen positief. En wees gerust, het eindigt ook positief. De ondergang van de mechanische rekenmachine. Allereerst, allemaal leuk die handmachientjes, maar ik heb natuurlijk ook deze gedemonstreerd. Er was natuurlijk behoefte, dus we beginnen positief, we gaan ook verder, het vorige verhaal gaan we verder. Was ik behoefte om het sneller te kunnen doen en om het ook steeds meer automatisch te kunnen doen. Dus de allereerste elektrische rekenmachines hadden een motor met een knopje. Ik had er nog een plaatje van kunnen bijstoppen, maar dan kwam je 's morgens in kantoor aan, zet je het knopje aan, begon niet te draaien en dan kon je de hele dag zo lekker rekenen. En aan het einde van de dag knopje weer uit, en dan ging je naar huis. Hè? Dus die motor stond altijd aan, net als een ventilator, zeg maar. In de latere machines ging de motor steeds automatisch aan als je een knop indrukte. Dus dat was al wat energie-efficiënter. Hè? Maar er was natuurlijk behoefte om... Ja, het delen en vermenigvuldigen is niet zo ingewikkeld, maar je moet er toch wel een beetje bij nadenken. Het liefst hebben we gewoon één knop. En als je dan kijkt van... laten we eens beginnen met het delen. Hè? Dus dit heb ik net zitten uitleggen. Wat zou je hier dan nou aan moeten automatiseren om dit automatisch te kunnen doen? Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Dus de machine zeg maar draait. Hij gaat dan op min. Hè? Dus als je de deelknop indrukt, dan weet je van het is min. Dan gaat hij draaien en dan moet hij kunnen detecteren dat je onder de nul komt. Maar dan wordt het register 999. Er zijn maar een paar machines die echt daadwerkelijk onder de nul kunnen. Deze bijvoorbeeld. Ik heb in mijn collectie maar twee. In de regel wordt het 999. Met andere woorden, de eerste digit wordt 9. Gaat er een palletje over. Klik. Correctie run. En daarna schuiven we de slede één digit op. Hè? Dus dat is eigenlijk wat hij moet kunnen. Hij moet dus die eerste 9 kunnen detecteren. Dan moet hij een correctierun op de plus kunnen zetten en daarna de slede één dingetje opschuiven, dan weer op min zetten en vervolgens gaat hij weer verder. Dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt. Valt eigenlijk nog best wel mee. Dus de allereerste elektrische rekenmachines, of ook de hand aangedreven machines die al een tikje geautomatiseerd werden, die konden delen. Het machientje van mijn allereerste slide, dat groene machientje, kan ook handmatig delen. Dus je draait aan de sling, hij doet het helemaal automatisch. Dus dit valt wel mee. En als je dan kijkt naar het vermenigvuldigen, ja, dan heb je eigenlijk in ieder geval zo'n apart geheugen nodig. Een multiplier memory, waarin je het getal zet waarmee je wil vermenigvuldigen. Dat maakt die machines over het algemeen iets ingewikkelder, want je hebt een extra geheugen nodig. Dan heb ik een telmechaniek nodig, dus ik begin op te tellen. 1 keer, 2 keer, oh, ik ben nu bij de 2. Oh ja, dan moet ik hem 1 digit opschuiven. Dus er moet een soort tastertje in een of ander telmechaniekje, die dus kan tellen of ik het getal van het geheugen heb bereikt. En daarna moet ik dus sleden opschuiven. En dan ga ik weer verder met mijn vermenigvuldiging. Nou, dit is ook wel te doen, natuurlijk. Nou, waren er zo... in de jaren 50, 60 eigenlijk machines die dit konden. En dan, als ik dan de topmachines erbij pak uit Europa, dan waren dat eigenlijk deze twee machines. Dus de Cellatron R44SM, die staat daar op tafel. Tot aan ongeveer 1970, de allerbeste, of 1972 eigenlijk, de allerbeste rekenmachine die ze hadden in Oost-Europa en in de Sovjet-Unie. Dus een Oost-Duitse machine. En een Madas 20 BTG. Dat was een Zwitserse machine. Deze heeft een breed toetsenbord. Dus ik vul hier het ene getal in en daar het andere getal. En dan laat ik ze met elkaar vermenigvuldigen. Deze heeft een vermenigvuldigingsregister. Dat zit hieronder. Dus ik toets een getal in, druk op deze balk. Dan komt het getal daar terecht. Dan toets ik nog een getal in, druk ik nog een keer op de balk. En dan gaat hij vermenigvuldigen. Als je zo'n machine dus hebt en hij werkt uiteindelijk, dan ben je ook heel lang bezig om uit te zoeken hoe die nou precies bediend moet worden. Want ja, het lijkt een spatiebalk, maar het is geen spatiebalk. Het is een vermenigvuldigingsbalk. Hè? Nou, deze machine heeft ongeveer 4000 onderdelen. Die schat ik op 3000. Die heb ik ook thuis staan, maar helaas heeft de motor een paar maanden geleden gezegd van bekijk het maar, meneer Breedveld. Dus ik moet nu de motor vervangen. Dus anders had hij hier gestaan. Maar deze machine is wel een grappige machine. Hij was gewoon de top of the bill in eigenlijk Europa. Maar en dat was een Zwitserse machine. Maar er waren ook verschillende Duitse bedrijven. Een bedrijf Diehl en nog andere bedrijven. Die ook machines maakten. Maar die waren eigenlijk wat groter. Wat onhandiger.
Hè, en die zouden dus worden weggeconcurreerd door deze machine. Alleen is dat nooit gebeurd. Hoe kan het nou zo zijn dat dat nooit gebeurd is? Je zou toch zeggen, als er het land ernaast een betere machine heeft, ja, dan neemt hij de markt over. Maar mensen, we zitten in de jaren 60. Internet bestaat niet. Dus als de Duitse bedrijven met elkaar afspreken en met hun distributeurs, we verzwijgen deze gewoon, dan kennen we hem niet wel. Dat werd dus gedaan. Dus deze werd eigenlijk verkocht in Zwitserland, in Benelux en in Engeland. En dat Zwitserse bedrijf vond dat wel genoeg. Ze konden er ook weer niet te veel produceren, dus prima. Dus in die tijd konden we dingen verzwijgen. Kan nu amper meer. Nog een beetje misschien, maar in die tijd kon dat makkelijk. Nou, deze heb ik in de pauze gedemonstreerd. Ik kan hem straks ook nog demonstreren. Misschien leuk om even een kijkje te nemen in binnenwerk. Dit is binnenwerk. Dus hier zien we die rode afleestandwieltjes. Daaronder is heel moeilijk zichtbaar. Zitten weer die, want het is een Mercedes Euclid machine. Zitten weer die tandheugels. Dit zijn de registers. Dit is een extra register. En gigantisch gecompliceerd zit dit in elkaar. En echt geniaal. En wat misschien ook wel leuk is om te zeggen. De Mercedes Euclid machines zijn dus begonnen in ontwikkeling in 1910. In de Tweede Wereldoorlog was het een bedrijf in het grote Duitsland wat dat bouwde. Na de Tweede Wereldoorlog bleek dat het bedrijf helaas in het Oost-Duitse deel te liggen. Werknemers zijn gevlucht naar het Westen, hebben daar een nieuw bedrijf opgericht. Maar het Oost-Duitse bedrijf is ook gewoon doorgegaan. Dus er ontstonden eigenlijk twee bedrijven die deze machines verder gingen ontwikkelen. En die zijn een beetje uit elkaar gedreven. Dus dit is de Oost-Duitse variant. Als ik de West-Duitse variant neem, is die precies zo groot. Alle knoppen, alle maten hetzelfde. Hij is grijs. Deze is mooier. En als je hem openmaakt, dan zijn een paar delen ervan net iets beter bij de Oost-Duitse variant. Helemaal identiek. Dus de machines zien er hetzelfde uit. Zelfde knop op dezelfde plek, alles hetzelfde. Alleen is deze, ik zou bijna zeggen, heeft een beetje appelige kleuren. Hè? Apple, met dat wit. Dat is de enige rekenmachine die wit was. En die West-Duits is grijs, maar deze is ook net iets meer sophisticated. Vooral dat overdrachtsmechanisme is beter uitgevoerd. Dus ik vermoed dat dit echt een paradepaardje was van de DDR in die tijd. Dat dit echt van, kijk eens wat wij kunnen. Terwijl het voor de West-Duitsers misschien meer een standaardproduct was. Ja? Oké. Okay. Maar ja. Wat ik net al in de pauze heb gezegd, nog even over deze machine. Ik heb hem gekocht voor €25. Het is de standaard setting dat een man vindt hem leuk, maar zijn vrouw vindt hem te groot. Dat heeft hij me ook gemaild. We willen van dat ding af. Oké, ik zet hem wel te koop op eBay. Dus ik heb hem gekocht voor €25. Sorry mevrouw, u zit hier, dus u zou dat wel leuk vinden. Denk. En wat ook wel interessant is, de achtergrond. Het was een West-Duitser die Oost-Duitse bedrijven hielp om te wennen aan het West-Duitse handelsstructuur, hè, na de val van de muur. En als dank kreeg hij van een van die Oost-Duitse bedrijven deze machine nog in piepschuime verpakking. En zo heb ik hem dus gekregen. Ik heb 1 week heb ik alle geplakte olie, want dat is altijd het probleem. Olie verhast op den duur, dan wordt het een prachtige lijm. 1 week besteed om alles uit elkaar zo te halen. Heb ik ook deze foto gemaakt. Alle plakkende olie weg. Alles draaide goed. En toen 1, 2, 3 in godsnaam de stekker erin. En hij deed het gelijk. Perfect. Toen ben ik nog een week bezig geweest om uit te zoeken hoe die nou eigenlijk werkt. Vooral de kleine knopjes zijn altijd een beetje uitdagend, zeg maar. Goed. Deze was eigenlijk het topmodel in Amerika. En dit is werkelijk, ik ga je niet veel over vertellen, maar dit is werkelijk onvoorstelbaar gecompliceerde machine. Hij heeft zo'n 6000 onderdelen. En het was de allersnelste rekenmachine tot aan de jaren 70. 1200 optellingen. Dus deze machines, dit soort machines, zitten allemaal ongeveer standaard op 450 optellingen per minuut. Als je sneller gaat, dan gaat het kapot. Of dan gaat het slijten. En de snelheid wordt begrensd omdat er tandwieltjes in zitten die even draaien en dan weer stoppen. En dan weer even draaien en dan weer stoppen. Dus als je bijvoorbeeld 4 optelt, 4 tandjes verder even stoppen. 4 tandjes verder even stoppen. En als je de snelheid wil opvoeren, wordt dat natuurlijk een probleem. Deze machine werkte op een totaal andere manier. Uitgevonden door ene Harold Avery, was de bedrijfsleider. Onder elke toetsenrij zit een versnellingsbak met 10 versnellingen. Dus 0 is niks. Eerste versnelling, tweede versnelling. Dus je kan hem in 10 versnellingen inschakelen. Ja? Dus dit ding heeft 10 digit, 100 versnellingen in totaal.
En wat er dan gebeurt, als je bijvoorbeeld op de 5 drukt, dat het wiel 5 keer met snelheid 5 gaat. En als je hem 9 drukt, gaat hij 2 keer zo hard, met snelheid 9. Dus in plaats van dat je schokkerige bewegingen hebt, zijn ze gewoon langzamer, waardoor alles continu draait, waardoor je de snelheid drastisch kan opvoeren tot 1200 optellingen per minuut. Dus met andere woorden, als ik iets met 9 vermenigvuldig, is die in een half seconde klaar. 10 digit met 9. Druk erop, pst, klaar, zeg maar. Maar dan is het nadeel dat uiteindelijk hier de getallen ook analoog worden weergegeven. Dus als je bijvoorbeeld hebt 75, 5 is mooi te lezen, maar ja, de 7 staat tussen de 7 en de 8 in, want hij is halverwege de 8, niet waar? Dus zit er eigenlijk, wat je dan zou kunnen noemen, een AD-omzetter in, mechanisch, die hem terugdraait naar de 7. Zodat ik het toch weer kan uitlezen. Dat zit allemaal weer hierin gebouwd. Gigantisch ingewikkeld. Ik heb de tandwielkast uit die van mij, of een van mij, ik heb het diverse, zo heb ik bij me. Dit is dus 8 digits. Ja, dus zeg maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per digits hebben we 9 versnellingen. Ja? Dus dit is wat er dus in zit. Ontzettend compacte unit. Ook met allerlei hefbomen die dan de versnelling vastzetten als je moet beginnen met rekenen. Hè? Dus het is echt super ingewikkeld om gewoon even een blikje te kijken op binnenwerk. Kijk, zo ziet dat er nou uit. Hè? En dat heb ik dan op de keukentafel staan en ben hem aan het fine-tunen. Een bril op, want het gaat zo snel dat ik echt bang ben dat er gewoon echt tandwielen in mijn oog kunnen vliegen. Dus ik heb een beschermende bril op. Ja goed, daar ben ik dan maar bezig. Dit is het mechanische brein die ervoor zorgt dat alle mechanische processen keurig op de goede volgorde achter elkaar gebeuren. Helemaal automatisch. Dus hierachter zit een motor en die heeft alleen maar een aan-uitknop en een centrifugaalregelaar en verder niets. Dus het is echt werkelijk dat ze dit in massaproductie konden bouwen voor, ja, geloof iets in die tijd iets van $1300. Oké, dat is een beetje misschien de prijs van een Volkswagen Kever, maar toch. Dat is niet voor te stellen. En de assemblagelijnen waar dit in elkaar werd gezet. En we gaan nog verder, want in die tijd, in de jaren 60, hadden ze natuurlijk dus mechanische geheugeneenheden. Hè, dus bijvoorbeeld met knoppenrijen, maar ook intern. Dit is een zogenaamde pinbox met pinnetjes. Dus elke rij is 1 digit. En het pinnetje wat omhoog staat is dan de goede digit. Dus je kan daar een getal in opslaan. Dit komt uit een van mijn machines die ik nu aan het repareren ben. Dit is veel ouder, uit de 19e eeuw. Dit is namelijk de geheugeneenheid van de Difference Engine van Charles Babbage. Waar ik het nu niet over ga hebben, omdat ik daar een hele lezing voor nodig zou hebben hoe die werkt. Staat in het Science Museum of Londen. Maar hier kunnen enorm veel getallen in worden vastgezet. Dus er waren dus mechanische geheugeneenheden, geheugenchips zeg maar. Er waren ook databussen. Dit is een machine uit de DDR. Dit is een zogenaamd revolvergeheugen waar je meerdere getallen in kan vastzetten. En die kan je dan op een tandheugel zetten. En als je hem dan ontlaat, dan gaan alle tanden precies de goede afstand schuiven. Zodat je het geheugen kan zetten op deze. Dus je kon met behulp van deze databussen, die eigenlijk verdorie wel heel erg lijken op elektronische databussen. Ook als je gewoon kijkt naar de structuur. Dus met tandheugeldatabussen konden getallen door de hele machine heen naar andere geheugens worden gebracht. En dan zaten in die machines ook nog speciale rekeneenheden. Dit is zo'n pinwieldrum, maar die werden in de topmachines uit de jaren 60 intern als klein drummetje gebruikt om snel te kunnen optellen en aftrekken. Dat zat ergens verzonken in het mechaniek. Werd bediend door het mechanisme als er een optelling moest worden gedaan. Dan is deze, die heb ik niet uitgelegd. Dit is een mechanische geheugentabel uit de zogenaamde miljonair. Die werd in die machines in de jaren 60 ook intern gebruikt voor snelle vermenigvuldiging. En dan allemaal cams. Dit is weer de Difference Engine van Charles Babbage. Allemaal cams om alles te besturen. Dus we hadden eigenlijk, als je kijkt naar de componenten in een elektrische, in een computerchip, hadden we alle componenten te pakken. Ze waren eigenlijk in staat om gewoon een volledig mechanische chip te bouwen. Maar ja, toen kwam deze meneer. Deze meneer verstuurde natuurlijk berichten naar de U-boten, met name met de Enigma. Dat was een elektromechanische machine, deels elektrisch, deels mechanisch,
waarmee berichten gecodeerd konden worden verstuurd. En op de U-boot hadden ze dan weer een andere enigma waarmee je hem weer kon decoderen. De berichten weer kon decoderen. Overigens hadden de Amerikanen, die is veel minder bekend, ook een enigma plaatsvinden waar de munitie zou worden gedropt, bla bla bla. Dat is ze twee keer gelukt. De eerste keer was 1 week daarna de code weer veranderd, helaas. Toen zijn ze nog een halfjaartje bezig geweest. En de tweede keer, onder leiding van Alan Turing, de grondlegger van de computer, de tweede keer heeft het eigenlijk geleid. Dus ja, we hebben allemaal mooie verhalen over die day. Het is ook ongelooflijk wat er is gebeurd. Maar je kan je afvragen of de Tweede Wereldoorlog niet is geëindigd door het werk van 5000 wetenschappers die de Enigma-code hebben gebroken. Want toen wisten ze precies waar ze zouden gaan vechten, waar de munitie zou worden gedropt. Dus de tweede keer was eigenlijk het begin van het einde voor de Duitsers. Was overigens oorspronkelijk ontwikkeld in Duitsland als een apparaat voor banken. Om gewoon voor de Tweede Wereldoorlog om dingen te versleutelen. Maar dat vond men in die tijd niet zo boeiend. Men vond het pas boeiend toen het voor het leger kon worden gebruikt. Dit is er overigens tot 1974 geheim gebleven. Topgeheim, Brits topgeheim. Na de Tweede Wereldoorlog bedacht natuurlijk iedereen van dit is de sleutel tot de overwinning. Als we dus geheimcodes kunnen ontcijferen. En met name in de Verenigde Staten ontstonden enorme budgetten, kwamen er vrij om grote computers te ontwikkelen die helemaal elektrisch, die zo snel mogelijk allerlei codes konden uitproberen. En dit is de ENIAC uit 1946, die vulde eigenlijk een hele verdieping van een gebouw. Dus deze mensen zitten nu in de computer, zeg maar. Stond, als ik het goed heb, in San Francisco. En als je hem aanzette, dan was het merkbaar aan de stadsverlichting. Want hij gebruikte wel wat stroom, zeg maar. En ik zeg hier eerste, want dat is wat de Amerikanen graag willen. Maar eigenlijk was de eerste, de Colossus, die werd gebruikt, al was die elektromechanisch, die werd gebruikt in Bletchley Park. Maar schaam, o schaam, eigenlijk was er een nog eerdere. En die was ontwikkeld door een Duitser, Konrad Zuse, in de huiskamer van zijn ouders. De hele huiskamer stond ermee vol. Dat is eigenlijk de echte grondlegger van de computer. Dat is heel lang verzwegen gebleven. Want het is natuurlijk een schande dat de Duitsers ook op het gebied van de computer de eerste waren. Dat willen we niet weten. Dus dat is lang verzwegen gebleven, maar eigenlijk is het zo. Vandaar het haakjes eerste. Nou, dan ga ik met een 7-mijlstap verder. Zo in de jaren 60, 1962, ontstond de eerste elektronische tafelrekenmachine, de Anita. Werkte eigenlijk hetzelfde als deze, een comptometer. Dus een optelmachine, maar dan elektrisch. Ach, hij was wel veel heel erg zwaar, 33 kilo. Hij was wel 4 keer zo duur als een mechanische rekenmachine. Dus hij was veel duurder, veel zwaarder. Hij maakte ook wel eens een foutje. Hij was ook niet zo betrouwbaar. Maar hey guys, hij was stil. Hij maakte geen geluid. Want ik heb in de pauze deze laten horen. Stel je voor, een rekenlokaal waar dan 50 mensen zitten te werken en allemaal op zo'n machine, terwijl ze ondertussen ook met elkaar aan het kletsen zijn. Hoe klerenkabaal dat was. En deze was stil. Werd dus ook geadverteerd als silent calculator. Want in alle andere opzichten was hij een stukje minder, hè? En zo ging dat maar door. En eigenlijk in 1968 was eigenlijk de toprekenmachine, omdat hij ook mechanisch wortel kon trekken. De Frieden RSR, een Amerikaanse machine. Je had in Amerika 3 bedrijven. Monroe, heb ik niks over gezegd. Had je Merchant van die snelle en Frieden. Frieden was eigenlijk een ingenieur van Merchant die zijn eigen bedrijf is opgestart. Nou, die kon ook nog mechanisch wortel trekken via een soort telereeksontwikkeling. Intern in CAMS ingebouwd. 25 kilo. Ongelooflijk dat ze iets konden maken voor $1100 of $1200. Maar ja, in 1972, 4 jaar daarna, kwam Hewlett-Packard uit met de allereerste zakrekenmachine. Hij woog niets, hij kon alles en hij was $400. En dat was het einde. En dat einde is heel heftig geweest. Bijvoorbeeld, en dit is zo'n voorbeeld van zo'n reclame met een bevallige jonge dame die even een machientje beethoudt van 15 kilo. Hè? Maar hij is draagbaar, jongens. Firma Facet was de grootste rekenmachinefirma ter wereld, mechanische rekenmachinefirma. 14.000 werknemers, was in een paar dagen failliet. Dat was een Zweedse firma.
Hele succesvolle firma. Zelfs op het toppunt van zijn groei ging die dus failliet. Hè? Door de Hewlett-Packard. Dan die hele mooie snelle machine. Merchant. Dit zijn teksten die heb ik zo gehaald van het internet af. Hè? Dus dit is een manager van die firma. When I arrived at the hotel Thursday night, all the managers from the West Coast were there. We were sure what we all expected was about to come true, and it did. At the meeting on Friday, we were all dismissed with 2 weeks pay, and so ended 23 years of service. Afgelopen. En deze is misschien nog heftiger. Dat is het machientje waar ik mee begonnen ben. Maar die hadden inmiddels hele bijzondere elektrische machines gebouwd. Das Desaster war aber nicht abzuwenden. Het werk werd gesloten. Er waren 5000 van hun topmodellen gemaakt. 2500 direct op de schroothoop. En de hoofdconstructeur zag dat allemaal al aankomen en had al zelfmoord gepleegd in 1968. Kan je je voorstellen als je gewoon 50 jaar bezig bent met een mechanisme wat in jouw ogen gewoon de wereldtop is. Om dat helemaal te verfijnen en te perfectioneren. Opeens is het totaal obsoliet. Kan ik me wel voorstellen. Dus het was het einde. Een hele grote tak van de industrie ging ter plekke failliet. In een paar weken was het allemaal afgelopen. Heel erg dramatisch is dat geweest. Dit laat ik ook aan studenten zien om ze te waarschuwen. Dat misschien kan je het gevoel hebben dat in het bedrijf waarin jij werkt, dat daar de top wordt gebouwd. Maar pas op. Want op het moment dat je gaat denken van wij zijn de top, is het begin van het einde vaak. Goed. Het was ook natuurlijk het begin van een nieuwe computerera, als ik ook kijk naar de wetenschap, waarbij de aandacht eigenlijk is gegaan in de jaren 70, 80 van fijnmechanica naar meer simulatiewerk, et cetera. In 87 ben ik zelf gaan studeren aan de TU Delft en toen de regeltechniek was heel erg hot en in, computersimulaties. Wat je nu eigenlijk ziet op dit moment, dus ik maak nu een hele grote stap, is eigenlijk een soort revival van de fijnmechanische techniek. Omdat ook op congressen waar ik dan naartoe ga, die simulaties kennen ze wel en die leuke filmpjes en plaatjes, maar ze willen het nu eens echt zien of het ook echt kan. Dus je ziet in het algemeen een beetje revival van de techniek. En ik zelf ben hoogleraar van een sectie van de voorzitter van de sectie. Minimally Invasive Surgery en Bio-Inspired Technology van onze afdeling. En in mijn eigen groep, Bio-Inspired Technology, halen we dus ideeën uit de natuur. Dus we kijken eigenlijk naar de mechanismen in de natuur. Hoe werkt het? Om nieuwe types chirurgische instrumenten te bouwen. En om die uiteindelijk te patenteren en uiteindelijk commercieel verkrijgbaar te maken. En dat lukt ook best aardig, moet ik zeggen. Maar ik ga nu niet weer een nieuwe voordracht houden van 3 kwartier. Wat ik alleen nu wil laten zien, wat meer wil weten, dit is de website van mijn groep. Dus alle gepubliceerde nieuwe prototypes staan hier in post. Deze heb ik vorige week gemaakt. Een nieuw type weefseltransporteur gebaseerd op legboren van sluipwespen. Maar wat ik even wil zeggen is dat ik doseer niet alleen over deze machines om studenten te inspireren. Maar sommige concepten belanden ook opeens in een rare hybride vorm in medische instrumenten. We zijn bijvoorbeeld bezig met een onderzoekslijn aan slangenachtige instrumenten. Dus dit is een instrument wat hele ingewikkelde bochten kan maken. Dit is de mechanische versie, 5 mm dik. Dit ding heeft zo'n 120 onderdelen. Dit is de 3D-printen versie, 8 mm dik, heeft 1 onderdeel. Ja. Mooi 3D. En nog wel een aantal trekkabels. Dit is een mechanisme wat ervoor zorgt dat als je hem naar binnen duwt, dat hij langs een van tevoren bepaalde baan heel nauwkeurig zijn doel bereikt. Ontwikkeld voor hersenschirurgie. Om zeg maar om de hersenen 1 eronder te komen. Hè. Nou, dit mechanisme werkt alleen maar met vaste banen. Dus de baan is van tevoren bepaald en die baan volgt hij. Hoe het werkt ga ik nu niet uitleggen vanwege de tijd. Maar we zijn ook ons gaan afvragen, kan je niet een mechanisme maken wat je ter plekke kan instellen? Dus de chirurg stuurt de kop naar links en het hele systeem volgt. Terwijl
ja, de bocht wel op dezelfde plek blijft liggen in het lichaam. Hè? Kan je elektrisch doen, maar dan wordt het al snel heel erg ingewikkeld met heel veel ertomotor die je nodig hebt. Dus ik zat me op een gegeven moment af te vragen, kan dat niet mechanisch? Eigenlijk lijkt het op het verplaatsen van een getal van een aantal digits langs een register. Toen ben ik natuurlijk thuis gaan uitproberen en dat is me uiteindelijk gelukt op de dubbele versie van deze Brunsviga, die zogenaamde RUC-übertragung heeft. Dat houdt in dat een getal van dit register naar het Intelstel-register kan. Dat is voor kettingberekeningen. En toen heb ik een schetsje gemaakt en dat heb ik aan een PhD, een student en een instrumentmaker gegeven. En met z'n vieren hebben we dat helemaal verder uitontwikkeld. Toen kwam daar een raar apparaat uit in 2016, dat is dit apparaat. Je ziet hier dan wel een beetje de inspiratie uit terug. En zonder in te gaan op hoe het nou precies werkt, kan je trouwens allemaal op die website vinden, wil ik even laten zien dat het werkt. Het is een rare constructie met cams bestuurd. Met dit wieltje, stel je voor dat dit, dat aan deze stokjes draden zitten die de stuurbare tip besturen. Het slangachtig instrument, kan je je voorstellen. En die stokjes zitten vast aan deze lagertjes. Dus als ik hier een slangvorm instel, dan neemt het instrument ook een slangvorm aan. Kan je misschien voorstellen. Nou, met dit wieltje kan ik de eerste instellen. Hij werkt alleen maar in een vlak, hè, deze. Kan ik de eerste instellen. En als ik dan aan deze slinger ga draaien, dan gaat de stand die deze heeft automatisch naar achteren toe. Dus het is een vormgeheugen wat automatisch de vorm opschuift. Nou, dit is de student die hem bestuurt. Hij draait dat slingertje, deze gaat omhoog. Gaat naar achteren toe. Hij stelt hem opnieuw in. Hij draait er nu langzaam een sinus in. Een sinusvorm. Je kan elke willekeurige vorm er natuurlijk inzetten. Die inderdaad opschuift. En dat is precies wat we willen. Dus het instrument schuift op en de kop kan je sturen. Dit is eigenlijk het eerste mechanisme ter wereld wat dit mechanisch kan. Zeg maar. Dat is een heel, toen hij uiteindelijk helemaal goed werkte. Toen stond hij op een bureau. Ik moet bekennen dat ik elke dag, toen ik aankwam in Delft, even een minuutje hieraan moest draaien. Iets wat verslavend, zeg maar. Nu gaat hij weer terug. Nou, dit mechanisme hebben we inmiddels verkleind. En we zijn nu bezig om het in te bouwen in een groter geheel. En waar ik nu eigenlijk mee wil eindigen, want nogmaals, dit zou anders weer een verhaal worden van een uur, waar ik nu mee wil eindigen, is de uiteindelijke toekomstvisie. En dat is een animatie. En deze animatie, wil ik nog even zeggen, is gemaakt door een van mijn afstudeerders. Dus hij kwam op een goede ochtend bij me aan. Paul, ik heb iets leuks gemaakt. En toen liet hij me een animatie zien. Wauw, zo. Hè? Sommige studenten die kunnen dingen die je zelf gewoon niet kan. Die zijn gewoon ongelooflijk goed in dingen. En dit is de animatie die hij heeft gemaakt. Het is een beetje Star Trek-achtige omgeving. Dus een totaal onrealistische medische omgeving. Maar het laat wel zien wat de gedachte is. Dus een driekoppig instrument wordt een patiënt ingestoken. Dan krijgen we nu die Star Trek-achtige omgeving. En dit is eigenlijk wat ons ultieme doel zou zijn. Dat is de vorm onthouden blijft. En dat je de kop kan aansturen. Een oogje en twee handjes met lichtbron. Zodat je dit orgaan, laten we zeggen, een hypofyse, zou kunnen opereren. Dus hier komt dus zomaar een student mee aan. Ik wist helemaal niet dat hij in zijn vrije tijd dit soort animaties maakt. Hij is later ook nog in Pauw getoond, het programma Pauw. Toen Midas Dekkers zijn programma Het Ei van Midas aankondigde, dat hebben jullie misschien, sommige van jullie misschien gezien. En dat werd dit eigenlijk, want ik ben ook geïnterviewd door Midas Dekkers. Dit werd eigenlijk bij Pauw getoond als ja, het summum van bio-inspiration. Dat is wel leuk, vond ik, zeg maar, wel leuk. Compliment voor die student. Dus ja, dit is eigenlijk een nieuw beginning misschien op het gebied van mechanische rekenmachines. Maar dan op een hele andere manier. En dat is eigenlijk waar ik dan mijn voordracht mee wil eindigen. Ja, ben ik aan de beurt. Wat geweldig. Ja, als studenten jou Paul noemen, mag ik daar even doen? Natuurlijk. Ja. In mijn tijd voor de weten voor de maar dat zijn ze nog steeds zo. Dus de eerste mail die ze sturen is geachte professor Breedveld. Ja. Maar als ze dan mijn antwoord hebben ontvangen, is de tweede mail beste Paul.
Juist. Ja, kijk, de tijden veranderen. Ik hou niet van. Ik zeg altijd tegen studenten: ik kan het ook niet helpen dat ik 30 jaar ouder ben dan jou, helaas. Ja, hou niet van rangen en standen. Dus, maar de eerste mail zijn ze nog wel heel beleefd, hoor. Dat wel. Juist, ja. Nou, goed beginnen in ieder geval. En daarna worden ze vrijer. Ja. Ik denk wij allemaal, in de pauze heb ik ook wat gehoord, natuurlijk allemaal een geweldig verhaal. We waren een beetje sneu natuurlijk op een gegeven moment dat we dachten, dat loopt een keer af met die mechanische ontwikkelingen. Maar gelukkig lijkt er een happy end te zijn. In het begin dacht ik ook even van, vergelijk dat toen ik klein was, speelde ik met Meccano. En waarschijnlijk meer mensen van ons speelden wel met Meccano. Dat was geweldig. En op een gegeven moment was dat weg, want er kwam er dat armzalige Lego voor in de plaats. Gadverderry, hè. Dat vinden we toch allemaal. Maar ik heb nog geen... Een beetje in het midden gestaan, geloof ik. Oh, voor het beeld misschien, ja. En goed, dit voor het streamen dan, hè. Dus... Waar was ik ook alweer gebleven? Bij die Meccano. Lego, dat vond ik ja, Meccano en dat is vervangen door die Lego. En ik hoop eigenlijk, maar dat zie ik nog niet direct, dat het net zo'n soort revival zal komen van Meccano als er voor deze mechanische ontwikkelingen komen. Goed, wilt u nou vingers hebben wie dat zou willen? Het zou grappig zijn. Sorry? Wie zou dat willen? Meccano revival. Wie wil Meccano revivalen? Kijk eens aan, dat valt toch best mee? Valt mee, hè? Ja. Voordat we formeel gaan besluiten, en ga ik u nog formeel ook even bedanken nog. Maar we zijn nog een rondje vragen toe. Met rondje zijn er vragen. En dan even kijken. Ik begin in die verre hoek. Ja, doe maar. Oh, dat microfoon moet je hebben. Ja, ik vind het zo intrigerend het tijdstip waarop deze mechanische apparaten nog functioneel waren. Als je dat naast de ruimtevaart legt, dan vraag ik me af, zijn die dingen ooit meegeweest met ruimtevoertuigen? Antwoord is nee, want de berekeningen werden gedaan op de grond in de ruimtevaart. En de antwoorden werden opgestuurd naar de raket. Daarom als je kijkt bijvoorbeeld het Apollo-project, heb je zo'n enorme zaal met allemaal mensen die allemaal ingewikkelde dingen doen, maar die waren gewoon alle berekeningen aan het maken, die als kant-en-klaar pakketje naar de raket werden gestuurd, zeg maar. Wat trouwens nog wel grappig is om even te zeggen, de mechanische rekenmachine is verder ontwikkeld tot in de jaren 90, in de jaren 80, totdat de Berlijnse muur viel, omdat... In het Oostblok en in Rusland was een tekort aan elektronische onderdelen. Dus ze konden gewoon niet zoveel. En daarom is de mechanische rekenmachine daar nog verder ontwikkeld. Uiteindelijk zelfs tot een soort van mechanische spreadsheets. Dat echt loodzware apparaten van 100 kilo. Waar complete spreadsheets met berekeningen en zo op konden worden gemaakt. Maar die zijn heel zeldzaam dat ze gewoon... De dame wil dat überhaupt niet in huis hebben, dus, die zijn gewoon weggegooid, zeg maar. Goed. Ja, dank u wel. Ik ga gewoon het rijtje een beetje zo af. Eerst met de microfoon. Beste Paul, mag ik zeggen, misschien mag ik even van de gelegenheid gebruik maken om te vertellen dat er ook verenigingen zijn op dit gebied. En daarna heb ik nog een technische vraag. Er was 20 jaar geleden een vereniging in Nederland die rekenmachines verzamelde. Die zijn gestopt, want je moet toch iemand hebben die de kaart trekt. Er was ook toen al een vereniging die rekenlinealen verzamelde. Toen hebben wij gezegd van kom er maar bij. Dus we hebben de kring, ik heb daar een paar folders van neergelegd. Die doet zowel in rekenlinealen voornamelijk, maar ook wel wat in rekenmachines. En voor u om te weten dat... Deze folders, ja. Wij doen dat in Nederland. Er is ook een Otter Society, een Amerikaanse organisatie. Er is een organisatie in Engeland en eentje in Duitsland. En ieder jaar houden we op dit vlak nog een internationaal congres. De komende 80 van dit soort, wij zeggen dat maloten bij elkaar, die over dat soort dingen praten en dikke papers hebben. Het belang hiervan is, wij leggen de historie vast. Het belang wat Paul doet, die legt de historie uit aan de nieuwe generatie studenten. Want dan merken wij ook, ze weten nauwelijks wat een rekenmachine is, laat staan wat een rekenlineaal is. Ja. Ik heb een boek meegenomen om te laten zien, ik zal het daar straks even neerleggen. Er zijn ook algemene boeken over rekenmachines, zeer interessant voor de geïnteresseerden die dat wil weten. Even een stukje reclame was dat. Dan een andere vraag die ik heb, en die heb ik van mijn mede-collega's gehoord, die enthousiast zijn met het verzamelen van rekenmachines. Die krijgen er dan een heleboel.
die mogen niet in de woonkamer staan, dus die verhuizen naar de kelder. Dan staan ze vaak een tijd. En als je ze na een paar jaar wil laten draaien, dan lopen ze niet meer. En dat schijnt te zitten in de metaalcombinatie van de tandwielen. Is daar iets over te vertellen? Die schijnen uit te zetten door het vocht. Ja, en dan lopen die dingen vast. Dus die oude machines willen niet altijd meer werken. Allereerst heb ik ook dat probleem. Daarom staat mijn halve verzameling in mijn kantoor. En ben ik er nu aan het indikken. Dus ik ben wat simpele machines aan het verkopen langzaam. Ik wil eigenlijk alleen maar de topmodellen. Dus er staat een deel in mijn huiskamer, een deel in de studeerkamer en een deel in mijn kantoor. Ja. Dat verhaal over verschillende metalen is bekend uit de camera's. Met lenzen die je niet meer los krijgt. Want ik verzamel ook nog oude camera's. Dat is een heel ander verhaal. Die ik ook renoveer. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Rekenmachines hebben dat probleem. Ik heb ze in ieder geval nog nooit gezien. Dit probleem, maar wat ik wel heel erg mee bekend ben, is het verschijnsel olie die is gaan verdampen en die uiteindelijk een hars is geworden. Dus als je kijkt naar het interieur van dit soort machines, ben je eigenlijk voornamelijk bezig om vastzittende componenten weer los te krijgen. Met tandenborstels, met wasmachine. En dan uiteindelijk 250 keer bewegen en dan werkt dat stukje weer. Dan ga je weer naar een ander stukje. Dus dat is eigenlijk het avontuur, terwijl je ondertussen niet weet hoe het werkt. En al die onderdelen zitten ook nog aan elkaar vast. Dus als de ene zit misschien los, maar de andere misschien weer niet. En welke zit nu los? Ja. Hè? Nou, ik kan niet... Dat is heel erg. En ik heb in de loop der jaren geleerd van gebruik absoluut geen klokolie. Want dat gebruikte ik natuurlijk in het begin. Want klokolie is gemaakt voor heel langzaam, eeuwig bewegende onderdelen. En niet voor iets wat een jaar stilstaat en wat je er even keihard laat draaien. Dus de klokolie zorgt voor verrassing. Dus dat gebruik ik niet meer. Ik gebruik nu Merklin treintjesolie, die is daar wel voor gemaakt, een soort van horlogeolie. Maar de nieuwste trucendoos is gewoon geen olie. Dus de laatste machines die ik heb gerepareerd, de laatste half jaar, die olie ik niet meer. Want waarom zou ik? Ja. Als ik er nu de hele dag op ga zitten rekenen, heeft het nog zin. Maar ja, af en toe een demonstratie, dan zal het over 1000 jaar nog wel werken. Dus, misschien een aanvulling daarop. U liet die Marchand zien die zo heel snel kon. Dat wist ik niet. Dat was zeer interessant. Ja. Ik heb een heel oud exemplaar thuis staan. Zo'n merchant. Maar die is compleet mechanisch. Ja. En die heeft meegemaakt dat die elektrisch moest gaan worden. Dus daar hebben ze achteraan een elektromotor geboord. Oh ja, met gebouwd. Een Monroe. Met tandenwielen, weet ik wat. Nou, na veel prutsen is die inderdaad gaan werken. Tot ik zo enthousiast werd en iets te snel op die knopjes drukte. En hij weer vast zit. Toen ben ik wel even gestopt. Er zit helaas geen reset op deze machines. Geen reset knop. Ik denk het niet, nee. Dus dan ben je een week bezig om het te ontwarren. Dat klopt inderdaad. Zeer complex. Bekend probleem. Okay. Daar besteed ik nu mijn avonden aan dit soort leukigheid. Ja. Even kijken. Vlak in de buurt, dacht ik, was een volgende vraag. Mijn vraag is al voor een gedeelte beantwoord. De materiaaleigenschappen van al die tandwielen in de loop der tijd. Want de slijtage, zijn ze altijd in een oliebad geweest of altijd al droog? Nee, het werkt niet. Er zit geen oliebad in. Ze worden wel geolied. Ik heb ook allerlei handleidingen met olie-instructies. Het is in de regel is het brons op RVS... bekende combinatie uit de kloktechnieken, ja. Met framedelen van aluminium en dan bij Duitse machines zijn ze ook nog opgezwart. Supergiftig proces, maar daarna is het zeer corrosiebestendig en hard. Okay. Dus mijn ervaring met deze machines, ik heb bijvoorbeeld waar ik mee begon, die komt met de supertotalizer. Die komt uit 1931, dat weet ik exact bij dat apparaat, dat staat namelijk in het serienummer. Als je hem openmaakt, het glimt je tegemoet. De veren zien eruit alsof ze gisteren zijn gekocht. Okay. Dus het is echt gemaakt voor de eeuwigheid. Okay. Het is alleen die olie is het grote probleem. En dan een keer dat hij van de tafel is gevallen. Deze is er van de tafel waarschijnlijk een keer gevallen. Ja. En toen deed hij het niet meer. En toen hebben ze hem in de kast gezet. En daarom is hij zo mooi bewaard gebleven. Ja. En duurproeven hebben voor deze apparaten denk ik niet zoveel betekenis. Omdat... Nou, ze zijn voor de eeuwigheid gemaakt. Zo'n automaten zaten daar, vooral dames, die werden daarvoor opgeleid. Zaten de hele dag continu te rammen op die knoppen. Ja, ja. Zo'n ding ging gewoon 50 jaar mee. Okay. En als de dame met pensioen ging, die verhaal heb ik ook wel gelezen, dan kreeg je eigen automaten mee. Voorop de open haard. Dat is wel leuk. Oké, bedankt. En toen deed hij het nog steeds. Ja. Even kijken.
We schuiven gewoon deze kant op. Mijn vraag is beantwoord. Jouw vraag is beantwoord. Ik ga gewoon, ik schuif door. Het is nu de kans hoor. Maar ik weet niet of ik weer terug ga nog. Ja. Ik heb een vraag over deze demonstratie. Hoe, wat zijn de afmetingen nou van dit soort slangetjes die naar binnen gaan? Dus de, nou, dit is een animatie, hè? Dus ja, ja. Nee, ja, maar. Even teruggaan. Als dat... Wacht even voor. Ga ik even terug. Deze is 5 mm, standaardmaat. Maar die heeft een hele ingewikkelde balletjesconstructie binnenin. Deze 8 mm, die is ge-3D-print. Maar 5 mm... En die dingen die nou in je aders... Ja, dat zijn, dit zijn instrumenten bedoeld voor minimaal invasieve chirurgie. Dus door sneetjes. Hè? Dus dan is 5 mm de standaardmaat. Voor katheters ga je meer richting 3 mm. Die hebben we ook gebouwd. Dit is een stuurbare katheter met een buitenmaat van 3 mm. Met meerdere stuursegmenten. Dit... Deze is een naald, een zichzelf voortrekkende stuurbare naald. Dus je drukt op een knopje, ga je een kopje koffie drinken en de naald gaat vanzelf naar binnen toe. Deze gebaseerd op legboren van sluipwespen. Deze naald heeft hier een buitenmaat van 0.9, maar in nieuwere versies zijn we gekomen tot de 0.4. Drie keer zo dik als een mensenhaar, zichzelf voortbewegend en ook nog stuurbaar. Eerste ter wereld dat we dat hebben kunnen bouwen. Ja. Dus we zijn bezig met ultradunne mechanische technologie. Ja. Heel erg leuk allemaal natuurlijk. Spannend. Ja. Ja, ik heb een vraag dat gaat over de, laat maar zeggen, de betrouwbaarheid onder oorlogsomstandigheden. Ik kan me voorstellen dat de militairen hier natuurlijk enorm belang hebben bij rekentechniek. En... ja, ik heb altijd begrepen dat een of andere nucleaire bom of zo... zo'n veld organiseert dat alle halfgeleiders gewoon eraan gaan. Dus al die elektronische dingen, die doen het dan niet meer. Ja. En dit werkt dan nog wel. Ja, dat klopt. Maken ze daar nu gebruik van? Hebben ze nog steeds backups in deze sfeer? Bij mij weten niet. Ja, ik thuis. Ja. Nee, dat is wel een goede opmerking inderdaad. Want ik weet dat... MIG-straaljagers vroeger, die hadden eigenlijk een pneumatische computer aan boord, zodat ze ook nog konden vliegen naar de bom. De piloot was er waarschijnlijk niet helemaal helder meer, maar het vliegtuig vloog nog. Tegenwoordig is dat volgens mij niet meer zo bij MIG-straaljagers. Maar het is inderdaad zo dat dit gewoon blijft werken, ja. Ja, dat klopt. Ja. Toch nog een voordeel van het mechaniek. Ja, dank u wel. Dank voor de super interessante presentatie. U zegt alle mechanische rekenmachines zijn decimaal. Is er ooit geëxperimenteerd met andere talstelsels? Tweetallig, twaalftallig, zoiets dergelijks? Ik dacht Konrad Zuse dat hij dat heeft. Die eerste elektrische die ik liet zien, die Anita tafelrekenmachine, was ook decimaal. Oké. Okay. Ik weet dat in die tijd, ik heb ook wat oude boeken uit die tijd, enorme discussies waren... Of binair nou een of andere wetenschappelijke geinige rariteit was. En of het nou wel of niet serieus zou worden. Er waren allemaal stammen van wetenschappers die van het is een beetje grapje, binaire grapjes, zeg maar, dat wordt nooit serieus. En mensen die nog in decimaal geloofden. Maar die rekenmachines, die zijn bij mijn weten allemaal inderdaad decimaal. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen in de klokkenmakerswereld, daar heb je twaalftallig, zestigtallig. Ja. Maar daar maar vind je niks van terug. Het is ook nog zo dat de meeste tandwielen hebben ook echt gewoon 10 tanden. Dus je zou ook een tandwiel kunnen uitvoeren met 20 tanden. Ja. 2 tanden per digit, maar dan worden de tandjes kleiner. En ze zijn ook allemaal ongeveer even groot. Dus kennelijk als je deze machines openmaakt, dan valt dus op, zelfs bij de cutter, dat de grootte van de tanden overal ongeveer hetzelfde is. Dus het is kennelijk een soort optimum... van dit houdt het wel tientallen jaren vol. Een soort optimum ontstaan. Geef maar een keer. Ja. Okay. Ik zat even te dromen over zo'n zaal met al die dames met die rekenmachines. Ja. En toen vroeg ik me af, schreven ze dan op een gegeven moment op blokken ook weer het antwoord op waar ze weer mee verder moesten? Ja. Hoe zag dat eruit? Ja, nou ja, ik heb niet zo'n plaatje hier bij me op het moment. Maar had je uit een tafel met een comptometer, zo'n soort apparaat, die stond er.
En daarnaast inderdaad de tikmachine waar je dus alles over tikte. Maar ik wil ook nog even zeggen, ik heb natuurlijk een selectie gemaakt van machines. Ik heb het niet gehad over machines die konden printen. Hè? Want er was ook een hele generatie, dat werden de adding listing machines genoemd. Die konden optellen en listen, printen. En die zijn in de jaren 60 gefuseerd. Dus die machines konden in eerste instantie alleen maar optellen en uiteindelijk ook aftrekken. Maar niet delen en vermenigvuldigen. Maar uiteindelijk is alles gefuseerd. En konden eigenlijk bijna alle mechanische rekenmachines ook nog printen. Dus dan hoefde je het niet op te schrijven. Dus dan had je een papierstrookje waar het antwoord op stond. Ja. 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 Ik denk dat we hier op het eind, ja, ik ja. denk dat we hier op het eind zijn gekomen. En nog één prangende vraag mocht die er zijn. Oh, die is... Prangende vraag. Ja. En dat is de laatste vraag nu voor deze keer. Moet wel prangend zijn. Ja, dat is heel prangend. Wat me te binnen schiet is dat we hebben ook nog het kassenregister. Dus de kassa's. Die, zijn die niet hetzelfde als ongeveer dit? Ongeveer wel, dat zijn een soort van vergrote pinwielapparaten. Dus die werken ongeveer hetzelfde, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. Goedgekeurde vraag. Ja. Goed. Dat was ook prangend, hè? Ook ja, dat is prangend. Goed, dan moeten we zo langzaam naar het einde toe. We moeten ook wat versnellen, tenslotte. Versnellende machines hadden we ook. Nogmaals, heel hartelijk dank. Als kleine blijk van grote waardering heb ik hier een envelop. Dankjewel. Met natuurlijk een min of meer bekende inhoud, vermoed ik. Dus niet zo weggooien, wel openmaken. En dan hebben we nog een wat groter blijk van onze waardering, wat zwaarder in ieder geval. En ik hoop dat je het niet hebt. Dat is het boek dat door die technica is uitgegeven toen de TU Delft 175 jaar bestond. En er staan wat verhalen in, ook die typisch bij Hysternica passen en veelal ook door TU-mensen zijn geschreven. Dus daarvoor ook nogmaals. Leuk, ik heb hem niet. Dat is leuk. Nou, kijk eens aan. Dat ik, ja, ja. Dus hartelijk dank. Nu denkt u dat we aan het einde zijn. Nee hoor, ik heb maar wat additionele... geen vragen, maar gewoon opmerkingen en informatie. En, dus u moet nog even geduld hebben. De volgende keer is zaterdag 13 november. Zal hier ook weer een lezing plaatsvinden, dus weer in het Science Center. En die voordracht wordt gehouden door meneer De Graaf. En dat gaat dan over de Indische mijnspoorwegen. Dus een heel ander onderwerp, maar ook een klassiek onderwerp. Dan 16 december is er een voordracht van professor Steeneken. En dat gaat over dynamica op nanoschaal. Dat is niet hier, omdat het Science Center... Dan hebben we geen gelegenheid om hier te zijn. Dan gaan we naar het Kiwi hoofdgebouw in Den Haag. Maar u krijgt natuurlijk allemaal, voor zover u tenminste lid bent van Office Technica, dan wel geschiedenis techniek, krijgt u daar van de secretaris te zijner tijd ook bericht van. Dan, ik ga toch nog maar even door, want is al meer bekend. Zaterdag 22 januari, dan hier weer. Professor Jenny Dankelman, technologie voor minimal invasive, dat is Engels, chirurgie en interventies. Dat is dan hier weer. En het laatste wat op dit moment bekend is, dan zaterdag 26 februari, voordrag van Jan van der Mast. Waarschijnlijk een bekende naam bij velen van u. En die gaat een voordracht houden over J.C. van Marken van de Gist en Spiritusfabriek. U vraagt zich misschien ook af, hoe gaat het in de toekomst? Want u hebt toch gezien dat dit gebouw zo langzamerhand een beetje ontmanteld gaat worden. Dat is niet precies zeker. We hebben natuurlijk goede contacten. En de TU heeft ook gezegd dat ze zullen ons heel graag blijven onderbrengen. Dus we maken ons geen zorgen dat we op een gegeven moment als vereniging op straat staan. Waarschijnlijk gaan we naar de bouwcampus. Dat is in de buurt van het sportcentrum, dan met iets meer richting Schoenmakersstraat. Maar er zijn ook andere mogelijkheden bezig. Maar in ieder geval tot en met maart kunnen we hoofdzakelijk dus hier in ieder geval nog onderdak vinden. En dat denk ik met die besluitvaardigheid van het Rijk en zo, zou ik best een keer deze zomer nog kunnen worden. Maar dat durf ik niet hardop te zeggen. Dus even kijken. Dan hebben we ook, dat is iets anders, maar dat hoort ook bij Hysternica, ook bij geschiedenis der techniek. Voor zover u geïnteresseerd bent, en weet u dat vast, onze reiscommissaris, die had begin van dit jaar al een reis gepland naar Turijn in Bologna. Kon niet doorgaan vanwege corona. Die reis staat nu gepland voor 24 tot en met 30 april. Zult u er zijn de tijd ook weer bericht van krijgen. Studiereis Bologna-Turijn.
En dan gaan we natuurlijk ook allemaal weer klassieke dingen zien. Dus het hele programma heeft hij voor elkaar, maar het is gewoon een beetje uitgesteld van begin van dit jaar naar aanstaande jaar. Dus even kijken, wat is er nog meer? Ja, wij maken ons wel eens een beetje zorgen, moet ik zeggen, over het ledenaantal. Zowel bij geschiedenis der techniek als ook bij histechnica. Dus mocht u in uw omgeving mensen weten die mogelijkerwijs geïnteresseerd zouden zijn in lidmaatschap, vertelt u hen dan over histechnica. En met zo'n onderwerp zoals vandaag moet dat geen enkele moeite kosten. We willen graag natuurlijk blijven voortbestaan zoals we allemaal hier met elkaar bij elkaar zijn. We zijn ook blij dat we zo weer bij elkaar kunnen zijn na lange tijd. Want die sfeer is toch heel iets anders dan dat je thuis achter achter je pc zit. Dan heb ik nog iets, een losse opmerking. U hebt waarschijnlijk al sinds jaar en dag, voor zover we zijn, voor mijn jaar en dag, zolang ik hier ben, rondloop, zijn er altijd bij de koffie zijn speculaties. Weet u waar die vandaan komen? Nee, die wordt altijd gebracht door de vorige voorzitter van Geschiedenis der Techniek, Gert-Jan Luijendijk. Dus hij zit daarachter. Misschien wilt u hem ook even een applausje geven. Dat is het. Heb ik iets vergeten, Paul? Nee. Nou, dan sluit ik deze bijeenkomst en dan komen we straks op 13 november dat ik allemaal en misschien met nog meer weer terug te zien hier. Een plezierig weekend verder. Ja. 26.